Goedendag. U gaat kijken naar een interview met Sophie Blokland. Zij is reumatoloog in opleiding en verbonden aan het UMC Utrecht. Haar proefschrift ging over Sjögren. Zij is zeer bekend met de wereld van Sjögren. En dit interview is in het kader van Wereld Sjögrendag. 23 juli is elk jaar een dag waarin extra aandacht besteed wordt aan de ziekte Sjögren. Het onderwerp van vanavond is de verschillen tussen Sjögren en non-Sjögren sicca. Sophie, goedenavond. Fijn dat je er bent. Kun jij ons vertellen wat het verschil is tussen Sjögren en non-Sjögren sicca? Ja, goedenavond, Anneke en iedereen die kijkt. Het verschil tussen Sjögren en non-Sjögren sicca, dat is dat bij Sjögren weten we duidelijk dat is een auto-immuunziekte. Dat hebben we zo gedefinieerd. Mensen hebben dan last van als hoofdklachten droogte, vermoeidheid, gewrichtsklachten als de drie belangrijkste klachten. En een reumatoloog of klinisch immunoloog die herkent dit als een patroon van klachten, afwijking bij lichamelijk onderzoek. En vaak spelen ook afwijkingen in het bloed en soms ook in speekselklierbiopten daar een rol bij. En nou zijn er ook mensen die droogte, vermoeidheid, pijnklachten hebben zonder dat ziekte van Sjögren speelt. En er was eigenlijk nog geen naam voor. En dat hebben de artsen en onderzoekers in het verleden benoemd als non-Sjögren sicca. Dus niet Sjögren, maar wel een droogtesyndroom. En die diagnose kan worden gesteld als mensen die klachten hebben. En er dus geen tekenen zijn van dat er een auto-immuunziekte speelt, zoals Sjögren of een andere auto-immuunziekte. En ook als er geen andere aanwijsbare oorzaken zijn. Want als je kijkt naar vermoeidheid, zijn er tal van oorzaken van. Voor pijn zijn tal van oorzaken. En ook voor droogte. Droogte van de ogen, dan komen er ooglidontstekingen, allergieën, droogte van de mond door diabetes, bepaalde medicatie, roken. Dus als die oorzaken er allemaal niet zijn, dan kan de diagnose van Sjögren sicca worden gesteld. We weten nog niet hoe die ziekte ontstaat. Dus bij Sjögren auto-immuunziekte, bij non-Sjögren sicca weten we dat niet. Soms wordt de term secundair. Sjögren is eigenlijk een oude term. Dus dan heb je het wel over Sjögren-patiënten, maar dan met een combinatie met een andere auto-immuunziekte. Dat werd eerder secundair Sjögren genoemd en nu overlapsyndroom of geassocieerd met, als je Sjögren hebt. En rheumatoïde artritis of Sjögren en SLE wordt dat zo genoemd. En de overeenkomsten tussen al die drie groepen zijn de droogteklachten en vaak ook vermoeidheid en pijnklachten die daarbij komen. En bij de ene patiënt staat het een op de voorgrond, bij het ander de andere van die drie symptomen. En de ernst en ook de belasting voor het dagelijks leven kan even erg zijn voor een Sjögren-patiënt als een non-Sjögren-sicca-patiënt. Hey, en wie stelt de diagnose van beide ziekten? De diagnose kan worden gesteld door een reumatoloog of een klinisch immunoloog, dus internist. Want die zijn opgeleid om dat onderscheid te maken. Dus heeft iemand een auto-immuunziekte of niet? En hebben dus allemaal kennis gekregen over wat Sjögren is. En als dan die klachten bestaan zonder dat Sjögren speelt en de andere oorzaken, dan kan die diagnose worden gesteld. Mensen komen op verschillende manieren bij ons terecht op de polykliniek. Soms verwezen door de huisarts, met als ingangsklachten droogte of de vermoeidheid op de pijnklachten. Maar soms ook via een oogarts of via een tandarts, een kaakchirurg, een KNO-arts of een internist worden mensen verwezen naar ons met de vraag: speelt er een auto-immuunziekte? En soms is dat niet het geval en komt er dan non-Sjögren sicca uit. Oké. En waarom is Sjögren wel een auto-immuunziekte en non-Sjögren sicca niet? Ja, dat is eigenlijk omdat dat zo gedefinieerd is. Dus op basis van een patroon wordt herkend door reumatologen en klinisch immunologen is Sjögren vastgesteld. En de auto-immuun verschijnselen die je daarbij vindt in dat diagnostische proces spelen daar een rol bij. Dus zoals de auto-immuun antistoffen in het bloed die kunnen worden gevonden bij Sjögren. Vaak anti-SSA, anti-SSB. En ook de auto-immuun ontstekingen die in de speekselklierbiopten kunnen worden gevonden. En bij non-Sjögren sicca vinden we die niet. Dus geen tekenen van die auto-immuniteit.
Nog even voor de kijkers en luisteraars. Deze vragen zijn eigenlijk gesteld door patiënten aan onze man van de belangenbehartiging. Dus de vragen zijn door u zelf gesteld en hebben geprobeerd tot een interview te maken aan Sophie. Sophie, een andere vraag is: wat is de betekenis van de focusscore bij Sjögren? Ja, dat is eigenlijk een hele technische vraag. Dat gaat eigenlijk over die ontstekingen die in speekselklierbiopt kunnen worden gevonden. Dus eigenlijk de technische score van hoe een patholoog het speekselklierbiopt bekijkt van een patiënt onder microscoop. En die ziet daar dan wel of geen ontstekingen. En één ontstekingsgebiedje, waar ontstekingscellen bij elkaar liggen, wordt dan een focus genoemd. En zo kijk je hoeveel van die gebiedjes liggen er in het speekselklierbiopt. Dat wordt geteld per oppervlakte. Dat is in het kort hoor, maar dat is. En zo kom je dan op een focusscore uit. Het is eigenlijk een heel technisch verhaal. En als dan de diagnose is gesteld, hoe wordt dit dan verder behandeld en wat is de rol van de reumatoloog? Ja, zowel voor Sjögren als non-Sjögren's sicca. Is er nog geen overkoepelende behandeling? En als je het dan hebt over de symptomatische behandeling van de klachten, dan is dat hetzelfde voor Sjögren-patiënten en non-Sjögren-sicca-patiënten. En dan is de rol van de reumatoloog eigenlijk heel beperkt. Dus die stelt een diagnose, die geeft uitleg. Die geeft uitleg wat een patiënt eventueel zelf kan doen. En een van de belangrijkste aspecten daarvan is ook verwijzen naar de NVSP. Omdat er heel veel relevante informatie te verkrijgen is. Behalve uitleg over de aandoening, ook aan de huisarts een brief met praktische adviezen en tips over hoe de aandoening in elkaar zit. En dat is dan de rol van de reumatoloog daarin. Dan gaat de patiënt zelf zoeken van hoe kan ik het beste met deze ziekte omgaan. Wat werkt voor mij goed? En soms zijn adviezen van de NVSP daar heel belangrijk bij. Soms ook van andere zorgverleners, zoals een fysiotherapeut, een oogarts, een tandarts, kunnen daar ook heel belangrijk in zijn. Als een patiënt er dan niet uitkomt, kan een huisarts ook aanvullende adviezen geven. Dus de begeleiding vanuit de reumatoloog klinisch immunoloog is heel beperkt. Bij het begin wel voor de uitleg bij de diagnose en in sommige centra kan ook een reumaverpleegkundige daar extra uitleg over geven. Maar met name eigenlijk praktische adviezen via de NVSP merken we aan dat mensen daar toch het meeste aan hebben om daar de goede brochures te vinden en ook van ervaringsdeskundigen te leren hoe ze hun klachten managen en met elkaar goede praktische tips kunnen uitwisselen. Ja, klopt. Hebben inderdaad heel veel vragen rond non-Sjögren's sicca. Iemand vraagt ook, moet zo'n patiënt ook niet regelmatig gecontroleerd worden door een oogarts of door andere medisch specialisten? Als ik kijk naar wat ik in de praktijk zie qua controles, vanuit de reumatologie dan. Als je het dan hebt over de droogteklachten, hangt dat af van de ernst van de droogte. En ook hoeveel schade eventueel aan gebit en ogen daardoor komt. En ook aan de behandelmogelijkheden. Dus dat hangt niet zozeer af van welke diagnose iemand heeft gekregen, maar wel hoe ernstig de droogte is. Dus een non-Sjögren-sicca-patiënt kan misschien wel ernstigere droogte hebben dan een Sjögren-patiënt en daardoor vaker bij de oogarts moeten komen omdat hij een bepaalde behandeling kan geven. Dus dat is wat ik zie in de praktijk en dat geldt ook voor de tandarts en de kaakchirurg. Dus die kijken echt naar de ernst van de droogte en wat ze kunnen behandelen. Wat ik wel ook vaak zie is dat ondanks dat eigenlijk alle behandelmogelijkheden worden benut vanuit de collega's van de andere specialismen, er toch vaak klachten blijven bestaan. Dus dat is. Wat ik ook zie. Maar misschien is het ook nog wel interessant, want dit is natuurlijk mijn perspectief wat ik zie. Dus de rol van de reumatoloog is beperkt in die controles. Maar misschien is het interessant om ook nog eens vanuit de NVSP aan de collega's van andere specialismen te vragen hoe zij dat zien. Ja. En kun je ook iets vertellen over non-Hodgkin? Dat horen we toch ook al als een gevolg van Sjögren? Speelt dat ook bij non-Sjögren-sicca? Of kun je daar iets van vertellen? Bij non-Sjögren's sicca speelt dat niet.
Dus dan komen we eigenlijk ook terug op de rol van de reumatoloog of klinisch immunoloog in de controle van Sjögren. En dat is, daarvan is een van de belangrijkste dingen dat Sjögren-patiënten het risico lopen op het ontwikkelen van non-Hodgkin-lymfoom. Dus vormen van lymfeklierkanker, wat in 5 tot 10% van de Sjögren-patiënten voorkomt. Dus dat is de rol die een reumatoloog heeft, om dat vaak 1 keer per jaar te checken. Soms 1 keer per 2 jaar of 1 keer per half jaar. Dat hangt een beetje van de individuele risico's af. Een andere rol van de reumatoloog in de controles van de Sjögren-patiënten is dat er ook auto-immuunontstekingen van de organen kunnen optreden bij Sjögren, zoals in de longen, de nieren of het zenuwstelsel. En dat gebeurt in 20 tot 40% van de Sjögren-patiënten. Dus dat is dan de rol van de reumatoloog in die controles. En die risico's spelen voor de non-Sjögren-Sicca-patiënten niet. Dus vandaar dat zij ook niet om die reden gecontroleerd worden bij de reumatoloog of klinisch immunoloog. En dat geldt ook voor een groep Sjögren-patiënten die een laag risico hebben op het ontwikkelen van die complicaties. Dus die hoeven ook minder vaak op een gegeven moment niet meer gecontroleerd te worden bij de reumatoloog. Ja, het is een lange vraag. Het gaat over aanvullende problemen bij non-Sjögren-Sicca. Het gaat ook over de continuïteit van behandeling en het gebrek aan kennis over die ziekte. Kan de NVSP er iets aan doen? Of komt er een medische specialist in opleiding voor deze patiënten? Wordt het, hè, zoals ook Sjögren zo specifiek is, komt het ook voor non-Sjögren-Sicca-patiënten? Ja, wat ik uit deze vragen vooral merk is dat de non-Sjögren-Sicca-patiënten ook op zoek zijn naar houvast. Waar kan ik terecht met mijn klachten? En daar is niet één overkoepelende aanspreekpunt voor. Dus reumatologen, klinisch immunologen worden opgeleid om de diagnose te stellen, onderscheid te maken. Is er een auto-immuunziekte? Is er non-Sjögren-Sicca? En die kunnen de uitleg geven. Vaak komt men eruit en soms moet ook een reumatoloog advies inwinnen bij een expertisecentrum bijvoorbeeld over Sjögren. En die weten dan vaak ook wat meer over non-Sjögren-Sicca. Dus dat kan nodig zijn. Maar als je het hebt over in het algemeen overkoepelend aanspreekpunt, is er eigenlijk niet, omdat er zoveel aspecten zijn. Dus vaak is het individueel uitvinden wat werkt goed voor behandeling van mijn klachten. En waar kan ik eventueel advies in winnen bij zorgverleners. Dus een rol van een huisarts om iemand op weg te helpen. Een oogarts, een tandarts. En zo kan de patiënt zelf de stukjes informatie verzamelen om de ziekte zo goed mogelijk te behandelen. En ook de NVSP is daar heel belangrijk bij. Want die kunnen begeleiden in al die aspecten die er omheen zijn. Nee, dus een algemeen aanspreekpunt niet. En de vraag van de kennis over Sjögren. Ja, wij worden ervoor opgeleid, reumatologen en klinisch immunologen. Huisartsen, maar beperkt. Die moeten natuurlijk van alles eigenlijk wat weten, vooral van de meest belangrijke en meest voorkomende ziektes. Sjögren en non-Sjögren-Sicca zijn niet de meest voorkomende ziektes. Vaak is een huisarts maar 1 of 2 patiënten in zijn praktijk in zijn hele loopbaan. Dus ook qua ervaring weinig, ja, kunnen ze ook weinig opbouwen. Wat wel zo is, is dat de huisarts die behandelt weer vaker bijvoorbeeld droge ogen ook door andere oorzaken. Dat doen ze weer veel vaker dan wij in de reumatologie. En weten ze ook dat als ze tegen een probleem aanlopen, wat voor specialisten eventueel moeten consulteren. Dus daar kunnen ze wel een rol in vervullen. Ja, oké, dank je. Nou, het is ook weer goed misschien aan u te vertellen, kijker, dat we als NVSP ook veel non-Sjögren-Sicca-patiënten te woord staan. Er is maandelijks een lotgenotencontact waar u altijd bij kan aanhaken en uw vragen aan lotgenoten kan stellen. Er is een Facebookgroep die veel informatie heeft, omdat het gewoon heel veel patiënten zijn die daar bij elkaar zijn.
En ook de telefoon mag u gebruiken om uw vragen te stellen aan lotgenoten. We zijn niet medisch, maar we hebben wel heel veel ervaring omdat we gewoon met heel veel patiënten zijn in deze groep. Dus ik kan zeker zeggen dat ook non-Sjögren Sicca-patiënten terecht kunnen bij onze patiëntenvereniging. Ja. Als aanvulling daar ook nog op, de beroepsverenigingen doen ook hun best om daar meer inzicht over te geven. En onder andere kan dat door richtlijnen te schrijven. Dus vanuit de Nederlandse Vereniging Rheumatologie is een commissie opgesteld om een richtlijn te gaan schrijven voor de behandeling van Sjögren. En daar zijn natuurlijk ook de praktische adviezen voor de behandeling van de droogte, vermoeidheid en de pier- en gewrichtsklachten te vinden. Er schrijven ook twee leden van de NVSP aan mee. En ook een oogarts en kaakchirurgen schrijven eraan mee. Dus we hopen ook voor de toekomst meer houvast te geven aan behandelaars van deze klachten in het kader van Sjögren en non-Sjögren Sicca. En die richtlijn die is nog in de maak. Dus daar moeten we wel even op wachten. Maar we hopen dat dat ook houvast zal geven aan de behandelaars. Ja, dankjewel. Dan een vraag over ja, depressie. Is het bekend dat depressie bij non-Sjögren's Sicca-patiënten meer voorkomt hè, als gevolg van de aandoening dan bij Sjögren-patiënten? Kun je daar iets over zeggen? We weten in het algemeen dat depressie bij Sjögren regelmatig voorkomt. Dat is een bekende samenhang die we zien, ook in de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek. Voor non-Sjögren Sicca is dat niet goed onderzocht, dus dat is niet helemaal bekend. Wat we wel uit een Frans onderzoek zien, is dat de ziektelast tussen non-Sjögren Sicca en Sjögren even groot kan zijn. En even beperkend in het dagelijks leven. En mensen met een hoge ziektelast kunnen daardoor natuurlijk verminderd mentaal welzijn ontwikkelen. Dus ja, eigenlijk voor alle patiënten met chronische aandoening met een hoge ziektelast is het belangrijk om daar aandacht aan te besteden en zo nodig ook hulp voor te zoeken. En patiënten kunnen dan hulp zoeken in hun eigen omgeving. Soms is het voldoende om met een naaste te praten of met een lotgenoot. En andere mensen hebben hulp nodig van professionele zorgverleners. Dus bijvoorbeeld via de huisarts, bij een maatschappelijk werker of een psycholoog hulp te zoeken. Dus dat is heel individueel bepaald. Ook hoe ernstig de mentale last eigenlijk is door de ziekte. Een ander punt is de tandheelkundige problemen die zowel voorkomen bij non-Sjögren's Sicca als Sjögren, te wijten aan droogte en speekselgebrek. Waarom wordt er binnen de reumatologie geen aandacht daaraan geschonken en aan de andere te relateren ziekteverschijnselen wel? Ja, qua tandproblematiek, daar worden we als algemene artsen en ook dus huisartsen, maar ook reumatologen niet in opgeleid. Dus dat is echt iets wat buiten de geneeskunde staat en bij de tandheelkunde wordt onderwezen. Zou ook wel weer een hele lange opleiding worden hoor, want nou ja, reumatoloog worden is al 12 jaar in totaal. Dus dan ook nog eens 5 of 6 jaar tandheelkunde te studeren. Is ook wel veel gevraagd. Maar we zijn dus heel blij dat we juist onze collega's van de tandheelkunde en de mondhygiënistes hebben, die daar wel heel veel verstand van hebben. Dus als onze rol bij de reumatologie zien we zeker dat we mensen met Sjögren en non-Sjögren Sicca wijzen op het belang van mondgezondheid. Want inderdaad, door speekselgebrek kunnen tandproblemen ontstaan en tandbederf ontstaan. Ook door de kwaliteitsproblemen van het speeksel. Dus zeker adviseren we om daar voldoende controles voor in te plannen. En soms weten we ook wel een klein beetje van de symptomatiebehandeling van de monddroogte, maar de tandarts weet dat beter. Soms de huisarts ook. Maar zeker ook bij de NVSP zijn daar heel veel praktische adviezen voor te geven. En als de tandarts er niet uitkomt of de huisarts, dan zijn er ook nog kaakchirurgen of andere deskundigen op dat gebied. Dus ja, zeker algemeen dat het een belangrijk punt is. Moet je als reumatoloog natuurlijk wel vertellen, maar inhoudelijk weten we daar inderdaad weinig van.
De laatste vraag die iemand stelde is: in de academische ziekenhuizen in Groningen, Rotterdam en Utrecht wordt onderzoek gedaan naar Sjögren. Wordt er ook onderzoek gedaan naar non-Sjögren Sicca? Dan kun je iets vertellen over beide ziektegroepen, over de onderzoeken? Ja, wordt inderdaad ook in Nederland, zeker in Groningen, Utrecht en Rotterdam, maar ook in Nijmegen en soms in Amsterdam, onderzoek gedaan naar Sjögren. Soms worden ook non-Sjögren Sicca-patiënten daarbij betrokken. En ook internationaal zijn er wel wat onderzoeken naar non-Sjögren Sicca. In Frankrijk is er onderzoek geweest, in het Verenigd Koninkrijk en ook wel in Azië. En daarbij is dan vooral dat onderzoek naar de ziektelast is denk ik een heel belangrijk gegeven. Dat daar onderzoek naar gedaan is, dat dat even ernstig kan zijn bij Sjögren als non-Sjögren Sicca. En de andere onderzoeken gaan meer over het eiwitniveau, bazaal niveau, moleculair niveau. En het is allemaal nog heel beperkt hoor. Er is weinig onderzoek gedaan, maar er worden wel op verschillende vlakken verschillen gezien op dat basale niveau. Als je kijkt naar Sjögren en gezonde mensen, zitten er wel verschillen tussen. Maar het is nog te weinig om te kunnen begrijpen hoe de ziekte in elkaar zit of daar behandelingen op te ontwikkelen. Ja, dus er is een begin. En ja, de NVSP houdt goed in de gaten welke onderzoeken er allemaal lopen. Want ja, binnen de reumatologie hebben we daar goed overzicht van. Maar ook daarbuiten, zoals bij de tandheelkunde, ligt het dan weer buiten, vaak buiten onze scope. Maar de NVSP die heeft vaak een mooi overzicht van welke onderzoeken er lopen als mensen zouden willen deelnemen. Dankjewel voor dit antwoord. Dit was tevens de laatste vraag. Allereerst heel hartelijk dank, Sophie, voor je uitgebreide antwoorden en voor de vele informatie. Maar mocht u thuis nou toch nog vragen hebben, als u denkt, ja, maar mijn vraag was er niet of ik vind het heel belangrijk, u kunt uw vragen stellen. Dat kan naar onze e-mailadres info@nvsp.nl. En ik wil u ook zeggen, is veel informatie te vinden op onze website. Vanaf 23 juli gaat onze vernieuwde website de lucht in. Dus neemt u vooral een kijkje. En nogmaals, er staat veel informatie op. Dank u wel voor het kijken. En wie weet tot ziens. Goeiedag verder.